Hoi, ik ben Nigel en dit is mijn moeder. Hoi, ik ben Loes en dit is mijn zoon. Oké. Kijk, op welke beroemdheid lijk jij het meest en op welke lijk ik? Ik denk meer een beetje qua uiterlijk op Karin Bloem of zo. Qua innerlijk weet ik het echt niet. Nee? Nee, en jij? Nee. Wat vind je waar ik op lijk? Ja? Ja, nee, dan ben ik gelijk wel arrogant, denk ik. Nee, als ik het zelf moet zeggen, hoe heet het? Charlie Hunnam van Sons of Anarchy. En ik hoor vaak van mensen dat ik op Brad Pitt lijk. Dus die steek ik dan in mijn zak, maar dat zou ik zelf niet zeggen. Oké. Okay. Heb je dan de looks van je moeder? Tuurlijk heb ik de looks van mijn moeder. ben je trots op mij en waarom? Ja, ik ben super trots op je. Wat je allemaal bereikt hebt, ondanks dat je niet heel veel opleiding hebt gedaan. En dat je gewoon voor gegaan bent wat jouw passie is. Ja, vind ik echt super goed en ik ben super trots op je. Wat je doet. Dankjewel, leuk, top dit. Oké, volgende weer. Ik had niet gedacht dat het me zoveel zou doen, als jij dat zou zeggen. Ik vind het helemaal mooi, maar ik heb het nooit aan jou gevraagd. Ik weet het wel. Ja. Tuurlijk. En ik schrijf het ook wel eens, maar ik zeg het niet. Maar het is mooi om het zo te horen. Ja. Stoer man, die jongen met tatoeages. Hoe had ik geheten als ik een meisje was? Volgens mij had je dan Angelique geheten. Nou, oké. Maar waarom? Dankjewel. Weet ik ook we gaan niet. Gelijk naar de volgende vraag. Ben ik blij dat ik geen meisje ben geworden? Hoeveel bedpartners denk je dat ik heb gehad en hoeveel heb jij er gehad? Hoeveel beertjes zitten er op deze stoel? Alleen dit jaar? Of? Ja. Alleen dit? Nee, ik denk dat ze bedoelen... Je hele leven? Ja. Nou... Make me proud, man. Make me proud. Zullen we tellen? Zoiets. Twee handen nog? Ja. Oké, wat vond jij toen ik mijn eerste tatoeage had gezet? Dan? Ik vond het eigenlijk wel gaaf. Ja? Ja, absoluut. Even een weinige moeder die... Want vlak daarna heb ik eigenlijk mijn eerste tatoeage van jou gekregen. Ja, klopt. Dus ik vond het super en ik vond het helemaal mooi toen je mijn naam op je arm tatoeerde. Toen je thuis dat kwam wel, en ik wist niet wat voor tatoeage je liet zitten. Dat is wel heel tof. Ja. Want mijn moeder heet dus Loes, maar haar meisjesnaam op haar paspoort is dus echt Louise. En nou, ik vind Louise, dat is eigenlijk haar geboortenaam, vind ik wel echt mooier klinken dan Loes. Dus, ik ging naar een vriend van mij die al mijn tatoeages toen zette. En ik kom thuis en op het moment dat ik dus het plastic afhaal, ik zie ze en zeg ze, wie is Lou? En toen snapte ze in de zin dat zij het was en toen liep toen ik kreeg ik traantjes in mijn ogen. Dus die, ja. Mm-hmm. Heb je mij ooit betrapt? Op wat? Als het wel zo is, wil ik het niet weten, heb ik het weggestopt. Maar nee, niet echt betrapt, maar want als je iets... flikt had of zo, dan had je zij het eigenlijk altijd wel. Dan komen we veilig weg. Nou, dan hebben we een hol over. Hoe was de eerste keer? Van mij? Nee, van dit beertje. Oh, ja. Nou, best wel heftig zo te zien, want er komen vragen uit je kont. Maar, Iedereen zegt altijd de eerste keer doet pijn en dit en dat. Maar ik had al heel lang een vriendje en ja, volgens mij was het wel prettig. Het is ook wel erg lang geleden, dus maar... Ja, ik heb er geen nare herinneringen aan overgehouden. Okay. Nee. Schat. Dat was het dan, denk ik.